Het is even wennen voor de kleine Elias. Hij kan zich helemaal uitleven op het voetbalveld en dat kon hij daarvoor niet. Elke keer hij een slag tegen zijn hoofd zou krijgen, zou zijn gehoor verliezen. En hij is al aan zijn linkeroortje volledig doof. En aan de andere kant hoort hij nog maar 60%. Dus wat hij heeft, is heel belangrijk dat hij dat nog kan houden. Ik ga dadelijk doen alsof ik ga stampen. Hè? Dat ik heel hard ga stampen, maar dan ga jij stampen. En dan het echte werk. Een match tegen het eerste elftal van Genk. Je gaat nog veel golen maken, hè? Zeker. Ja? Allee, kus. Mwah. Op het veld ontmoet Elias ook Genk-trainer Mario Bing. Dat is een hele lieve meneer, hè? Ja. Een hele vriendelijke. Je mocht er echt overal bij komen. En de kleedkamers. Het jongere broertje van Elias supporter trouw aan de kant. Elias! En Elias zit goed in de match. Tijdens de rust krijgt hij dan ook de nodige complimenten van de coach. Ze zijn allemaal goed bezig. Zo blijven voetballen. Elias, heel goed. Heel goed vrijgespeeld. Mooie penalty. Goed in de hoek geschot. Straks nog zo in, hè? Goed? En Elias luistert goed, want hij knalt er opnieuw eentje binnen. Eén ding staat vast. Deze dag vergeet Elias nooit meer. Ja, hoeveel goal heb je gemaakt? Twee. Twee, ja, zeer goed. Ja, heel goed. Fijn geweest vandaag, ja. Ja, goed geamuseerd. Ah, dat is belangrijk.